Namens de FNV zijn we zeer dankbaar ten eerste aan het ministerie van VWS en aan de regering van Bonaire dat het dit veld heeft gefinancierd. Dat is het begin van onze programma. Wij als FNV hebben een strategische plan gemaakt en in de strategische plan hebben we ingezet dat wij onze alle velden moeten gaan herstructureren. En dat betekent dat we alle velden proberen grasvelden van te maken, kunstgrasvelden. En dat kunnen we alleen doen met de hulp van het ministerie van WWS en de OLB. En daarom zijn we zeer dankbaar, want van onze eerste oproep hebben we antwoord gekregen van het ministerie van WWS en de openbaar. En hier staat het project. Dat is het eerste project. Er komt meer. Ik wil als eerste de staatssecretaris en VWS even bedanken. Want die hebben, zeg maar, pas geleden hebben ze in het Caribbean Sport hebben ze een akkoord getekend waaruit dit is voortgevloeid. En ik ben hier in mijn rol als ambassadeur om ervoor te zorgen dat voetbal hier beter ontwikkeld kan worden. En het is niet alleen het voetballen, maar eigenlijk alles wat bij het voetbal hoort. Dus ook op bestuurlijk niveau. En dat doen we samen met de voetbalbond hier, maar ook met de voetbalclubs. En nogmaals, het is ook het mooiste ervan, is dat je dat ook kan combineren met life skills. En dat gooien we er ook bij, want dat zijn de dingen die we namens de World Coaches graag willen zien. En vanavond is het een mooi moment, want dit is een van de eerste dingen wat we nu gaan openen met de heer Blokhuis. En ja, ik vind het mooi. En ik vind het leuk dat hij ook de moeite heeft genomen om hier speciaal naartoe te komen om de opening te kunnen verrichten. Nogmaals, hartstikke bedankt. En voor jullie ook, geniet ervan. En maak er ontzettend veel gebruik van. En dus niet alleen gebruik van, maar ook de doelstelling met elkaar. Zorgen voor de onderhoud en al dat soort dingen. Dus heel veel succes. Het is voor mij echt een feest om een paar dagen op Bonaire te zijn. Prachtig, een van de mooiste gemeenten. Misschien wel de mooiste gemeente van Nederland. En ik heb een aantal bezoeken. Vanmorgen begon de dag met de Koninklijke Softbal en Honkbalbond. En die is hier bezig om honkbal en softbal te promoten. Dat is de tweede sport. Maar voetbal is echt de eerste sport op Bonaire. En ik sta hier in het oranje, maar ik hoor dat veel mensen thuis, als Nederland moet spelen, dat is dan morgen weer, allemaal oranje aan en wij gaan voor Nederland. Ik wil eigenlijk met jullie wat afspreken. Als Nederland, als het goed gaat op de EK, dan is dat een stimulans voor alle jongens en misschien ook wel meisjes op Bonaire om te gaan voetballen, te bewegen. Als het slecht gaat met Nederland op de EK, dan is dat ook een stimulans voor jongens en meisjes om te gaan voetballen, want dan gaan die het beter doen. En ik wil eigenlijk als ambitie uitspreken dat we het eindelijk een keer gaan meemaken dat er een jongen of een meisje, het zal eerst een jongen zijn, misschien later ook een vrouwenteam, maar dat er een jongen zo goed is van Bonaire dat hij een keer in Nederland zelf al speelt. Zullen we dat even met elkaar afspreken? Daar is dit de start van. En ik ben heel erg blij om hier te zijn. Ik heb ook andere mooie zorgdingen gezien, welzijn, preventie. En ik vertegenwoordig het kabinet, ik vertegenwoordig het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat is hier allemaal bezig hierachter. Het gaat om gezondheid. Mensen, als je gaat bewegen, dat is heel goed voor je gezondheid. Het is de beste manier om je conditie op peil te houden en om weerstand te hebben tegen ziekte, naast gezond eten. Dus dat is een hele goeie. Het is welzijn, je ontmoet elkaar, je kunt vriendschappen sluiten. We hebben er net mooie woorden over gehoord. Het is goed voor je mentale weerbaarheid en het is sport. Ik bedoel, het woord zegt het. Het is sport, alles vertegenwoordigt het wat we aan het doen zijn bij VWS op dit moment. En ik ben heel blij dat ik eindelijk een keer Aaron Winter in het wild tegenkom. Ik was heel erg bedroefd dat Aaron naar Italië ging. Maar daar kunnen ze misschien nog beter voetballen dan in Nederland. En dat snap ik wel. Maar ik was ook blij toen hij weer terugkwam bij Ajax. En Aaron Winter is gewoon een van de beste voetballers die Nederland ooit heeft gehad. Laten we het niet vergeten, mensen. We zijn heel erg trots op Aaron. Want op een gegeven moment was hij record international van Nederland. Hè? De meeste wedstrijden. Later zijn er nog een paar maloten overheen gegaan. Die gingen nog meer voetballen voor Nederland. Toen dacht Aaron, ik stop ermee. 88 wedstrijden. Maar ik ben heel blij dat hij hier ook is. Want dat zegt wat. Dat is een signaal vanuit de KNVB, vanuit de sport in Nederland, de World Coaches. Wij supporten dit. Deze voorziening, daar kan Bonaire echt trots op zijn. Dit is super mooi. Ik ben op een paar eilanden geweest. Maar zo'n mooie voorziening, mensen, dat is zeldzaam. Wees er zuinig op. Ik feliciteer de bond van Bonaire. Maar ik feliciteer ook de KNVB en ik feliciteer de clubs die samenwerken, want dat signaal gaat er ook vanuit. We kunnen samenwerken en ik feliciteer jullie daar van harte mee.
En ik hoop dat dit een mooi begin is van nog meer jongeren die gaan bewegen, sporten, samenkomen, samenwerken, verbinden. Allemaal mooie dingen. Laten we een feestje gaan vieren. Laten we dat veld gaan openen. Dankjewel. Het is echt nieuw in Nederland, want het heeft ertoe geleid dat 5 ministeries samen nu aandacht hebben voor bewegen en ook samen een plan hebben gemaakt. Dat moet nog concreter, maar het is IMW, de minister van IMW komt hier ook, infrastructuur en waterstaat, onderwijs, VWS, binnenlandse zaken en sociale zaken. Ik wil stoppen met de sport, daar wil ik mee afronden. Dat was het laatste gesprek wat ik had en ik vind het echt geweldig dat er ook hele concrete plannen zijn om meer te doen aan zwemonderwijs, meer aan beweegonderwijs op scholen, gymlokalen, maar ook tussen de lessen door. En ook om een beachpark aan te leggen waar ruimte is voor, hoe heet dat, Bola? Social de Boel. Bola is dat? Bolas. Bolas, ja, Bolas, sorry, excuus. Beachtennis en beachvolleybal. En het is ook mooi dat die 3 organisaties de handen in één hebben geslagen en er liggen hele mooie tekeningen klaar. Ze zijn er optimistisch over dat dat heel snel gerealiseerd gaat worden. Ik denk dat, dat alle inwoners van Bonaire daar ook de positieve gevolgen van zien. Want zeker de jongeren, die kunnen daar gebruik van maken. En jongeren vragen zelf aan mij, ik heb met ze gesproken, wij willen sporten en geven ons faciliteiten. Masje, dank je dat ik hier mocht zijn. Morgen gaan we weer terug met veel positieve indrukken. En ik zal in Nederland zeggen dat een retour naar Bonaire zeer de moeite waard is.